Hey guys, welcome to this new vlog. I'm back, y'all. Het is echt misschien al 3 maanden geleden dat ik een vlog heb gepost. I'm really sorry for that. Maar dan zal ik later allemaal uitleggen waarom. But we are back and better, I guess. Oké, vandaag, het is zaterdag 16 maart. En vandaag hebben we op de planning staan. We gaan naar Jonathan Gambela. We gaan naar Jonathan Gambela. Jonathan Gambela is een christelijke Congolese artiest. Gospelartiest. En hij heeft vandaag een concert in Duitsland. And we bought our ticket. So we are going to Germany for the concert. En dat is eigenlijk waar ik jullie vandaag mee ga meenemen. En ik ben net wakker. Ik heb het huis even schoongemaakt. Ik heb gestofzuigd. En mijn zus is nu bezig met afwassen. We zijn nu bij onze ouders thuis. We zijn gisteren bij onze ouders gekomen. En I'm really excited for today. Jullie zien hoe mijn skin aan het glowen is. Of hoe het eruit ziet. Ik ben echt blij met mijn huid de laatste tijd. En ik ga jullie de secret laten zien wat ik gebruik. Ik heb volgens mij 1,5 week geleden heb ik nieuwe skincare gekocht. Ik was heel erg aan het zoeken naar nieuwe skincare. Want ik heb een hele droge huid in de winter en een hele vettige huid in de zomer. En dan was ik, het is nu een beetje winter. What do I need? En de zon begon ook weer te schijnen. Dus ik was van, we moeten onze zonnebrandcrème dragen. Dus ik gebruik deze van CeraVe. Deze, het is een gezichtscrème en het is heel erg hydrated. Die gebruik ik. En dan heb ik deze grote CeraVe reinigingsgel. Mijn moeder heeft hem ook. Ik kwam hier thuis gisteren. En ik had mijn moeder gebeld toen ik deze had gehaald. Look what she did. She bought the mini one. She bought the small one. En she looked like me. Maar het is niet erg, mami. Het is niet erg. Maar ik heb deze gekocht. En die zat ik, laat me zeggen. Elke ochtend, laat me zeggen, ga ik daarmee mijn gezicht wassen. En elke avond voor ik ga slapen. Hetzelfde voor deze. Deze heb ik ochtend en avond. Het is een zo grote pot. Gaat zo lang mee. Why not? En last but not least. Wij black girls, black people. We need to wear sunscreen. The best sunscreen die ik ooit heb gebruikt. Ik zeg je eerlijk, ik ga geen andere gebruiken. This is it. Dus van... Het is van Bondi Sands. En het is een SPF van 50+. Very high protection. En het blijft echt 72 uur hydrateren op je gezicht. En er zit vitamine E in. So it's really good for our black people. Dus dat zijn de 3 dingen. Die ik gebruik. En ik merk dat mijn skin gewoon is becoming better. En ja, ik ben gewoon benieuwd naar hoe het eruit gaat zien. Ik ga even nu douchen. En dan ga ik mezelf beginnen met klaarmaken. Want we moeten voor 2 uur moeten we al weggaan. Want het is 2 uur reizen. En we willen wel op tijd zijn. Want we willen helemaal vooraan staan. En all that stuff. So guys, ik heb mijn outfit aangedaan. Ik heb mijn wig even opnieuw goed geplakt. Ik heb dit zwarte aan. En ik denk, ik weet niet wat ik met mijn haar ga doen. Ik zat te denken, even snel blow dry. En dan vanuit daar kijken. Want het heeft nu een beetje zo'n wet look. Maar ik wil dat niet vandaag. Ik vind het wel mooi, maar I want it. En ik weet niet hoe ik mijn auto ga laten zien aan jullie. Wacht even. We hebben een auto. Nou, we hebben een andere auto. Of ja, mijn vader heeft een andere auto. Want die andere auto van mijn pa. It doesn't work anymore. It's kapot. Maar we zijn nu onderweg. Hey Lidl. Ik ga even eten halen. En dan gaan we gelijk naar mijn tante en mijn nichtje. En dan... We are going. Nou, we zijn nu in de Lidl. Ik heb gewoon even kaasgezondjes gehaald en chips. Ik had wel drinken van thuis, dus dat hoef ik niet meer. En dan, ik weet niet of ik nog... Ja, ik wil niet te veel eten meenemen, want dat weet ik maar nooit. Nou, we zijn er. Kom mama, en we gaan nu onder. Ik heb echt zin. Ik heb echt zin. Ik ga hem voor de eerste keer een live zien. Ja, voor de tweede keer. Maar nog steeds zin in, guys. Ja. Ik heb zoveel zin. Het is echt geen fout.
Mama de Jean en Petta. Mama de Jean en Petta. Nou, we zijn aangekomen. En ik zeg jullie, we komen hier. Ik hoor gelijk. Pardon. Maar we zijn er. En ik heb echt zin. En ik heb echt zin. En ja. Ik hoop dat het echt leuk. Ik denk dat ik weet dat het leuk gaat worden, toch? Ja. Sowieso. Oké, guys, we staan nog steeds in de rij. Nog steeds in de rij. Dat is misschien al. Die Congolese. Ik weet niet wat met hun aan de hand is. Maar. Doe de muziek! On a traversé le pays, pas pour venir ici, vous commencez en retard. Maar ja, dan is. Misschien. Ja, een uur en anderhalf uur al in de rij. En over een paar jaar is het nu? Ja, over 10 minuten moet die ding al beginnen. We zijn nog steeds hier. We zijn eindelijk binnen. En het ding gaat nog niet beginnen hoor, maar we zijn er. Is het goed? Oh, we zijn er naar voren gelopen. Nou, we zijn er. En Onila, ja, we zijn er. Nog niet begonnen. We hebben echt geleden buiten in de kou. Het is froid. Maar ja. Het moet wel leuk zijn, anders word ik echt. Anders ben ik echt. Nee. Oké. Désolé pour le retard.
On y va.
Je ne saurais pas te finir.
Oh,
Klaar met het concert. Ik was. Iemand is slecht geparkeerd. Kun je nog naar binnen? Ja. Het was echt een goed concert, alleen we waren echt laat begonnen, wat is heel vervelend is. But over dan, ik heb echt hoofdpijn. And of course, I didn't make pictures, want ik was echt niet daarmee bezig. Oh, ik vond het wel goed aan. Ik was vergeten dat we überhaupt moesten betalen. Is helemaal daar in de hoek. Zo. Nou, we zijn bij de auto en we gaan naar Nederland. Mijn moeder begon al te bellen van waar we waren. Nou, dat ging al helemaal mis. En ja, I'm so tired. Nou, dus we willen weggaan. We willen betalen voor de parking. Zien we dat je alleen maar met cash kan betalen. Welk land doet dat nou weer? Wat is dat voor land? Guys, it's just too much at this point. Papa heb ik la kaart. I never saw that. Ik heb het nooit gezien dat je niet met kaart kan betalen. Ja, dat is toch raar? Want het is toch gewoon. Dit is een beetje ouderwets, hoor. Ja, met muntjes. Wat? We are living in 2024 zelfs. Ik wil bijna 3 zeggen. 3 zeggen, maar het is 4. You are living in 2024 and you don't can pay with cash over here. Only with. You cannot pay with card, only with cash. What kind of country is this? C'est ça, gauche, droite, monte-moi, tu le fais bien, gauche.